Hans van der Leden speelt in de F'tjes van Hillegom. Vorige week kwam Arthur Numan van PSV hier een training geven, waaraan de F'tjes als enige niet mochten meedoen. Dat vond jij niet eerlijk? Nee, toen werd ik dus heel erg boos. Ja? En toen kwam ik thuis en toen zei mama dat ik maar fucking de Max moest sturen. En nu goed opletten, Harry pikt hier een idee van Peter-Jan Rens, die het op zijn beurt weer heeft gepikt, van Jimmy Savile met zijn Jim Will Fix It. Let op, wie ik hier heb meegenomen? John van Loen! Ja! Van Loen was zo aardig om voor ons en voor de F'tjes van Hillegom een dag na de wedstrijd tegen Ajax een training te komen geven. En dit jongetje is 4 jaar. De training werd besloten met het gebruikelijke partijtje. En Harry kon het natuurlijk niet laten om van Loen even lastig te vallen met een paar vraagjes. Wie is er beter, Ajax of Feyenoord? Nou. Dat is een moeilijke vraag, hè? Jezus. Ja, meneer Jansen wacht op antwoord, hoor. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Nou, ik denk dat de Ajax gisteren stukken beter heeft gespeeld. En dat wij heel goed verdedigd hebben. Ja, Van Loen, dan stel ik gewoon een vraag en dan wil ik er gewoon antwoord op. Okay. Wie is er beter? Feyenoord natuurlijk dan. Dus Feyenoord is beter dan Ajax? Denk het, hè. Oh, dus jullie worden kampioen? Wij worden kampioen, ja. Hey Max, bedankt hè. Dag.